Hallo, fijn dat je er bent. Ik ben Wim ten Hoven. Fijn dat je aangesloten bent en dat ik je kan informeren over de Bijbelstudies die ik wil gaan houden. Het zal een serie Bijbelstudies worden over de brieven van Paulus aan Timotheus, aan zijn broeder. Ze zullen gehouden worden met behulp van PowerPoint. Ik had heel graag gezien dat dat op een bijeenkomst zou kunnen. Op vrijdagavond, als er geen vaste spreker is, die andere vrijdagavond dus van 7 tot 8 uur. Maar voorlopig kan dat gewoon niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Maar op deze wijze kan het toch. Het bestuur heeft mij gelegenheid gegeven om het zo te doen. Gedigitaliseerd. Als je de site van Jeruel bezoekt, dan vind je daar de eerste Bijbelstudie al op. Ik zal eerst de grote lijn van deze brief aangeven. Het valt heel duidelijk op dat Paulus handvaten geeft aan zijn geesteskind Timotheus. Hoe te handelen in de verschillende kwesties waar hij tegenaan is gelopen. Timotheus heeft zijn handen vol daaraan en hij komt er niet doorheen. Paulus die bemoedigt hem in de eerste plaats en hij zegt dat hij niet gelijk moet weglopen bij de eerste de beste problemen al. Maar hij geeft hem zeer praktisch gerichte oplossingen. Hoe om te gaan met mensen met verschillende problemen. Een heleboel uitleggers van de brieven van Timotheus, die hebben zich verwonderd over die zeer praktische toepassing die Paulus doet en die Paulus als handreiking geeft aan zijn broeder in het geloof, Timotheus. Maar ze zien ook wel. En dat zien wij ook wel, dat het niet één op één altijd toepasbaar is op de eigen kerkelijke gemeente. Maar het fundament, dat blijft hetzelfde. Het fundament van het geloof. Jezus Christus en die gekruisigd. En daar valt niet aan te tornen. Dat is voor alle tijden, voor alle eeuwen, voor de kerk der eeuwen. Ik zal nu in het kort ingaan op het leven van Timotheus. En dan ook op de indeling van de brieven, de inhoud, een samenvatting daarvan, van elk hoofdstuk. Twee verrassingen. Wie krijgt er nu nog een brief voor Timotheus en zijn tijdgenoten? Een ongekende verrassing. Timotheus ontving er twee binnen 1 jaar van zijn geestelijke vader en medearbeider in het evangelie, de apostel Paulus. Vaderlijke brieven. De Timotheusbrieven zijn echt vaderlijk geschreven, vol liefde en zorg. Er zit een bewogen hart achter. Paulus noemt deze jonge voorganger zijn zoon in de Here. Dat kun je vinden in Handelingen 16, Handelingen 18, Handelingen 20 en ook in 1 Korinthe 4. Paulus heeft gezien dat Timotheus zich helemaal overgaf aan de Heer Jezus Christus. Ook in het werk van de apostel is deze jonge evangelist hem tot grote steun geweest. Paulus laat weten in 1 Timotheus 4 vers 12: Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Dat gebeurt heel gauw, altijd. Paulus kent de schuchterheid van deze jongeman. Trouw in zijn dienst en vriendelijk in de omgang. Paulus is bang voor de meetlat waarlangs hij gelegd zal worden. En als mensen hem zullen afschrijven. De apostel schrijft over de vele zwakheden van zijn jonge broeder in het geloof. Hij is met zorg bezet. Hoe zal het hem gaan? Een dienstknecht van Jezus Christus, zo noemt de apostel Timotheus in Filippenzen 1 vers 1. Slaaf van Christus, een lijfeigene die met lichaam en ziel Christus toebehoort. Een dienstknecht die op de wenken van zijn Heer ziet. Wat moet hij doen en waar moet hij heen? De Heer zal het zeggen. Spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Dat is Timotheus. De ontmoeting. Paulus heeft Timotheus ontmoet op zijn tweede zendingsreis in Lystra. Tijdens die eerste zendingsreis is Paulus in Lystra gestenigd door Joden uit Antiochië en Iconium, die hem achterna waren gereisd. Zij hebben de Joden
daar op die plaats opgestookt om Paulus te doden. De Joden sleepten toen zijn dode lichaam door het stof en vuil van de straten de poort uit, om het daar neer te werpen tot een aas voor de vogels en de wilde honden. Maar Paulus was niet dood, hij stond weer op, Handelingen 14. In 2 Timotheus 3, vers 10 en 11 lezen we: maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik, Paulus, al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. Afkomst. In Handelingen 16 vers 1 lezen we dat Timotheus een Griekse vader heeft, dus een Griekse opvoeding heeft gehad. Timotheus behoort waarschijnlijk tot de welgestelde klasse van de bevolking van Lystra. Hij is een welopgevoede jonge man geweest, die zoals blijkt uit de brieven van Paulus ook een begaafd man was. In Paulus' gevolg gemaakt tot een werktuig in de wijngaard van de Heere. Zijn moeder Eunice en grootmoeder Lois waren Jodinnen. Eunice wil zoveel zeggen als een schone overwinning, behoorlijk Grieks klinkend. Maar Paulus zegt dat de beide vrouwen Timotheus van jongs af hebben onderwezen in de heilige schriften, die wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 2 Timotheus 1 en 3. Hij werd door hen onderwezen in het Oude Testament, in Mozes en de profeten. Een zeer begeerde medearbeider. Paulus wilde Timotheus graag als medearbeider erbij hebben. Hij was zowel aan Joden als aan Grieken verwant. Paulus begon doorgaans in de synagogen te spreken. Vandaar het belang dat Timotheus voor een deel van Joodse afkomst was. Bovenal waardeerde de apostel hem om zijn tere godsvrucht en om zijn bekendheid met de schriften. Voorts stelden voor Paulus de rijke gaven waarmee de Heere Timotheus had bedeeld. Paulus heeft eerst inlichtingen over hem ingewonnen. Pas toen hem ook door de broeders in Lystra en Iconium een goed getuigenis werd verstrekt over Timotheus, ging Timotheus met hem mee op de zendingsreizen. Niet alleen heeft Paulus hem gekozen, ook de gemeente van Lystra heeft hem gekozen tot ouderling. Maar vooral God heeft hem gekozen tot dienaar van het evangelie. Paulus schrijft in 1 Timotheus 4 vers 14: veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging, door de raad van ouderlingen. Calvijn merkt hierbij op dat de Heilige Geest Timotheus door middel van een profetie bestemd had om tot de rang van de herders gekozen te worden. Iets dergelijks was er ook met Paulus en Barnabas gebeurd toen zij gekozen werden om als apostelen naar de heidenen te gaan. De Heilige Geest had toen op de een of andere manier een aanwijzing gegeven dat deze twee moesten worden afgezonderd. Evangelist. Timotheus heet een evangelist. Evangelisten werkten in het voetspoor van de apostelen. De naam evangelist wordt sedert de derde eeuw gebruikt voor de schrijvers van de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. Gevangenschap van Timotheus. Nog eenmaal komt de naam van Timotheus voor in het Nieuwe Testament, namelijk in Hebreeën 13 vers 23. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. De schuchtere Timotheus, die zo aangemoedigd werd om toch vast te houden en te bewaren en staande te blijven, heeft tenslotte de vuurproef doorstaan, om de naam van de Heer Jezus de gevangenis in. Eigenlijk heeft Timotheus vanaf het begin al wel geweten wat hem te wachten stond.
Het eerste wat hij zag in zijn leven als heroud van Christus, Jezus, was de steniging van Paulus te Lystra. Levenseinde. Timotheus heeft van het jaar 49 tot 65 met de apostel gereisd en gewerkt, dus ongeveer 16 jaar. De Acta Sint Timotei, apocryfe verhalen zijn dat, vertellen dat Timotheus bij een heidensfeest door het volk is gestenigd. Hij is begraven te Pion. De Bijbel spreekt niet van het einde van Timotheus en ook niet van Paulus. Wel van hun leven met de Here en van hun arbeid in het koninkrijk. Het leven was hun Christus. Dit was dus iets over Timotheus zelf, nu over de brief, de hoofdstukindeling en de inhoud van de verschillende hoofdstukken. Indeling van de brieven. De eerste brief aan Timotheus is de langste van de twee. Ook de onderwerpen variëren wat meer dan in de tweede brief. Minder persoonlijke raadgevingen en meer adviezen in zaken de inrichting van het kerkelijke leven en van de mannen die in de ambtelijke dienst zullen werken. De hoofdstukindeling van 1 Timotheus. Hoofdstuk 1. Hoofdthema van de brieven is vasthouden aan het getrouwe woord dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Heel wat mensen willen wat anders dan dit, maar die weten niet wat ze willen, horen of zeggen. Hoofdstuk 2 en 3 over voorbidding in de gemeente, het stil zijn van de vrouwen, de ambtelijke dienst van de ouderlingen en diakenen. Hoofdstuk 4, de laatste tijden. Zij zullen moeilijk zijn door de mens van de zonde, en omdat velen zullen afvallen van het geloof en tot leringen van de duivelen vervallen. Timotheus wordt weer gewezen op het getrouwe woord en vermaand daaraan vast te houden. Hoofdstuk 5. Zorg voor de weduwen en wie van hen in aanmerking komen om in de gemeente te dienen. Ook de ouderlingen komen voor het voetlicht. Het geheel is doorweven van persoonlijke raadgevingen. Hoofdstuk 6. Na wat aanwijzingen omtrent slaven en mensen die afwijken van de leer, roept Paulus Timotheus op om de goede strijd van het geloof te strijden. Vooral ook om het pand te bewaren dat hem is toebetrouwd. Als laatste zinnetje schrijft Paulus het veelomvattende: de genade zij met u. Ik hoop dat deze kennismaking je nieuwsgierig heeft gemaakt om meer Bijbelstudies te volgen. Om de twee weken zal er één gepubliceerd worden op de site van Jeruel. Daar kun je je ook aanmelden en dan krijg je ze toegestuurd. Om de twee weken dus. Kijk op de site van Jeruel, meld je daar aan. Maar ik hoop echt dat deze Bijbelstudies te zijner tijd, als Jeruel weer open is, dat we die samen kunnen houden met een groep. Ik zou zeggen, tot ziens dus.